In Nederland is er een tekort aan goed opgeleid technisch personeel. Hierdoor zijn er dus vaak handen tekort bij bijvoorbeeld laswerkzaamheden. Een oplossing hiervoor is een robot die dient als collega en de werkdruk uit handen van de werknemers kan nemen. Bart Verberne van VVS Techniek en Michel Vaas van Mycatronic kunnen ons meer over dit onderwerp vertellen. Er is een tekort aan gekwalificeerd personeel in de technische branche. Oorzaak kan zijn gebrek aan goede scholing. Techniek is niet sexy, dus het trekt de jongeren niet aan. Gevolgen hiervan zijn dat de concurrentiepositie van Nederland daardoor achteruit loopt. Er zijn meerdere oorzaken, zoals vergrijzing. Personeelstekorten zorgen voor een hoge werkdruk. Werknemers staan hierdoor onder hoge druk, waardoor het ziekteverzuim kan toenemen. Hierdoor kun je als bedrijf in een vicieuze cirkel terechtkomen. De personeelstekorten zou je kunnen tegengaan niet alleen door het aantrekken van schoolverlaters, maar bijvoorbeeld ook zij-instromers. Ook voor nieuwe ontwikkelingen in de techniek is het noodzakelijk om personeel bij te scholen. Om de werkdruk te verlagen kunt u daarnaast ook kiezen voor een samenwerkende robot, de Cobalt. De Cobalt die hier achter mij staat is een lassende Cobalt. We noemen hem ook de Co-welder. Hij is geschikt voor het lassen van meerdere producten, voornamelijk kleinere series, om werk uit handen te nemen van de lasafdeling. Het is geen vervanger van het huidige personeel, maar een mooie toevoeging om toch aan de productie te voldoen die gevraagd is. Als bedrijf zou je zo'n robot kunnen overwegen om het wat simpelere werk uit handen te nemen van de lasser, zodat die zich kan concentreren op het wat moeilijkere laswerk, het ingewikkelde laswerk. Hij is eenvoudig te programmeren, waardoor die makkelijk inzetbaar is. Je hebt geen lange cursus nodig. Bijna iedereen kan het.